jour s'était passé. Der erste Tag. Le deuxième jour. Et le troisième jour, c'était le jour de la résurrection. De derde dag was het de dag om tot leven te komen, opwekking. Nous sommes ici pour trois jours. We zijn hier voor drie dagen. Seigneur, aujourd'hui c'est notre premier jour. En dit is onze eerste dag. Oh, je sais quand tu étais au tombeau, Seigneur. Maar ik weet toen u in het graf was. Tu n'étais pas allé pour se reposer. Bent u niet gegaan om uit te rusten. Mais tu étais allé pour travailler là-bas, Seigneur. Maar u bent gegaan om te gaan werken. Parce que la Bible me dit. Want de Bijbel verklaart. Le troisième jour quand tu étais sorti. De derde dag toen hij eruit kwam. Tu étais sorti avec la clé de la mort. Je komt uit met de sleutel van de dood. Oh, le diable n'a rien. De duivel heeft niks. C'est toi qui as la clé de la mort. U hebt de sleutel van de dood. C'est toi qui as la clé de la vie. U hebt de sleutel van het leven. C'est toi, éternel Dieu. U bent God. Oui, le premier jour. De eerste dag. Aujourd'hui. Vandaag. C'est notre jour. Is onze dag. Le démarrage. Om door te gaan. Nous allons démarrer. We zullen starten. Avec la clé de Dieu. Met de glorie van God. Nous allons démarrer. We zullen starten. Avec l'onction de Dieu. Met de zon van God. Nous allons démarrer. We zullen starten. Avec la présence de Dieu. Daar maken ze dieren dood.
vierde. Après la deuxième place. En de tweede plek. C'est le lieu saint. Daar is de heilige plek. Waar zijn de sacrificateurs? Daar zijn de opofferaars. En de souverain sacrificateur. En de andere opofferaars. Et la troisième place. En op de derde plek. Tu ne peux pas rentrer ça comme ça. U kunt daar niet zomaar binnenkomen. Avant d'entrer. Voordat u daar binnenkomt. Tu dois être un souverain sacrificateur. Een opofferaar zijn. Et dans le lieu saint. En in de heilige plek. C'est là où les souverains sacrificateurs. L'accès est libre. Je peux rentrer comme tu veux. Tu peux rentrer comme tu veux. U kunt naar binnen gaan hoe u wilt. Et je vais nous demander une chose. En ik wil ons één ding vragen. Tu dois rester concentré. U moet geconcentreerd blijven. Ne perds pas ta conscience. Verlies niet uw geweten. Ne pense pas à la maison. Denk niet aan thuis. Ne pense pas à tes factures. Denk niet aan uw facturen. Ne pense pas à tes problèmes. Denk niet aan uw problemen. Nous sommes là. Nous sommes dans la présence de Dieu. La parole me dit. Het woord zegt. Personne. Niemand. Personne. Niemand. Peut venir dans la présence de Dieu. Komt in aanwezigheid van God. Et retourner les mains vides. En weer terug naar de mains vol. Ik ben. Comme je suis là. Hoe ik hier ben. Retournerai pas les mains vides. Ik zal niet mijn leven naar huis krijgen. Ik zal niet mijn leven naar huis krijgen. Ik zal niet mijn leven naar huis krijgen. Pour toi. Pour lui. Tu es prêt de le recevoir? Ben tu clair de ton choix? Tu es prêt de le recevoir? Ben tu clair de ton choix? Et tu es prêt de le recevoir? Et tu es prêt de le recevoir? Une chose. X. Tu veux le savoir? Wilt u ontvangen? C'est que Dieu a réservé pour toi. Wat God voor u heeft klaargemaakt. Il est clair. Dat wij ons zegt. Les enfants d'Israël. De kinderen van Israël. Dans leur détresse. In de tijden van de nood.
Ils sont encore venus. Amen. Dieu. Rose. T'as créé. Et tu te remarques. Pas pour la décoration de cette terre. L'italien pour te décorer, si pour des verres. Dis à ta voisine, à ta voisine. Certes, tu nasses. Dis à ton voisin. Certes, tu nasses. Je suis pas dans ce monde. Ik ben niet op deze wereld. Om decoreren ze tijd. Om deze wereld te decoreren. Je hebt pas la décoration. Ik ben niet de decoratie van deze wereld. Pas la décoration de ce monde. Ik ben niet de decoratie van deze wereld. Qui était là? Wie was er vorig jaar? Alléluia. Amen. On était bénis. We waren gezegend. Et cette année, en dit jaar, je sais, ik weet, que Dieu nous a bénis aussi. Die is ons nogmaals zegen. Parce qu'il nous appelle de travailler de gloire en gloire. Hij roept ons om te werken van glorie tot glorie. Alléluia. Amen. Il nous a appelé de travailler de gloire en gloire. Hij roept ons om te werken van glorie tot glorie. Et aujourd'hui, vandaag, et sa seconde gloire. Is een tweede glorie. Comme est la deuxième édition. Omdat het een tweede editie is. Wij gaan naar een tweede niveau. Je sais pas. Ik weet niet. Tu n'as juste que quand, mais à quel niveau que Dieu a comme ma mission. Ik weet niet tot welk niveau God ons zal meenemen. Mais c'est que je sais. Maar wat ik weet. Deuxième édition. Tweede editie. Est un deuxième niveau. Is tweede niveau. Nous sommes dans le premier niveau. We zijn niet meer van de eerste niveau. Mais dans le deuxième niveau. Yeah. Tweede. Alléluia. J'ai dit mon thème c'est tu es aimé. Mijn thema is u bent geliefd. Genèse 1 verset 26 jusqu'à 29. Genesis 1 26 tot en met 29. La Bible dit. De Bijbel zegt. Nous allons les lire. Genèse chapitre 1 verset 26 à 29. Genesis 1 vers 26 tot en met 29. Si tu le trouves, tu peux se lever pour le respect de la parole de Dieu. Als je het hebt gevonden, kunt u opstaan voor de respect van het woord. Voor et het si woord tu n'as pas la Bible, tu peux aussi t'élever. En als je ook geen Bijbel hebt, kunt u toch opstaan om het parce woord te respecteren. Nous sommes devant le roi. We zijn voor de koning. Nous sommes devant notre Seigneur. We zijn voor onze Jezus Christus. Amen. Amen. Je lis en français. C'est et la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et agissez là et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et ici, nous voyons comment Dieu avait créé l'homme
hoe de Heer de mens heeft gecreëerd. Et je disais tout à l'heure, en ik zei net, que tu es l'image de Dieu. U bent het beeld van God. Dieu t'a créé, God heeft u gecreëerd. Pas pour les décorations de ce monde, niet voor de decoratie van deze wereld. Maar voor het doel. Tu es le gérant de Dieu. U bent de le gérant. Non, la personne que Dieu a mis sur la terre pour gérer la richesse de Dieu. U beheert, u beheerst wat de Heer heeft gecreëerd op aarde. Amen. Ja, dat is een beetje moeilijk. Maar ja, door avancer. Ga door. Amen. Amen. En Zambé. En God. Hij heeft alles geplaatst wat hij had. En heeft het geïnvesteerd in een mens. Wat een moet accomplir. Zodat de mens het kan volbrengen. Omdat de Heer hem heeft gestuurd om iets te doen op deze wereld. Maar omdat de duivel slecht is. Puissance et gloire au nom d'Azara qui en wist de kracht en de glorie van de mens. Et aïe go trompe moutou. En hij kwam de mens in verwarring brengen. Et alomoli moutou nanzela on zambe atiaki. En hij haalde de mens weg van de pot waar God hem had geplaatst. De Bijbel zegt. Que l'homme après avoir de manger. De Bijbel zegt dat na de mens de fruit had gegeten. Et Dieu l'avait chassé loin. God had hem ver weggejaagd van de tuin. En de mens was ver van de aanzicht van God. En God had de deuren gesloten van het leven. Alleen om de mens te beschermen. Als de persoon de boom van het leven had geraakt. En de Heer. Hij zal voor altijd een zondaar blijven. En de Heer om het leven van de mens te beschermen. Heeft de boom des levens beschermd. Halleluja. Nalobi, thème is dat je aimé. Ik zei dat het thema is, u bent geliefd. Zambe alingaki tellement. De Heer hield zoveel van de mens. Nous sommes les produits ya amour ya za. Wij zijn een product van de liefde van God. Niemand heeft aan God gevraagd om geboren te worden. Niemand heeft aan God gevraagd om onder deze zon te zijn vandaag. Zonder ons is God nog steeds God. Maar de gedachte kwam van God hemzelf. Hij zag dat de wereld iets miste en een mens miste. Omdat God geest is. Hij zei, laat me een mens creëren die mij zal representeren. En hij plaatste iemand in de tuin. En hij nam zijn geest en plaatste in de mens. Ondanks alles. Hij verloor alles. Want hij was ongehoorzaam aan de wet van God. In ons leven. Wij willen allemaal liefde. Iedereen houdt ervan om geliefd te worden. Iedereen houdt ervan om dat iemand liefdeswoorden tegen ons zegt. Iedereen houdt ervan dat zijn naasten zeggen, ik hou van u. En ik had iets genoteerd. Je me réjouis de ce que tu existes. Ces paroles, quand elles nous sont adressées, nous remplissent de joie. Et, comme na lingi yo, ik hou van jou. Na zo sepe la, comment na yo, ik ben blij om u te zien. Et ma loba oyo, die woorden, tanto yo kakamo, wanneer wij die horen, het brengt vreugde in ons. Iedereen houdt ervan om geliefd te worden. Het geeft ons. Het geeft ons vleugels om te stijgen. Want we hebben het woord van liefde gehoord. Er is iemand die van ons houdt. En het geeft ons de wil om vooruit te gaan in het leven. Om het goede te doen. Ya declaración.
elke keer motivatie om vooruit te gaan. Want ze weten dat ze van hem houden. En de woorden van liefde zijn net als bemoedigende woorden. Het bemoedigt iemand om vooruit te gaan. Ik spreek niet over liefde van likes op Facebook. Dat is nep. Dat is geen ware liefde. En ik ken een persoon. Hij heeft een Facebook pagina gemaakt. Meer dan 1000 likes. Meer dan 1000 personen houden van hem. Maar één persoon op zijn pagina. Hij zei het tegenovergestelde van liefde. En het brok hem. Hij voelde alsof die persoon een moordenaar was voor zijn leven. Ik zeg tot één persoon. U hebt niet een hoeveelheid mensen nodig. Maar u hebt één persoon nodig. Eén persoon is genoeg. En de ware liefde. Neemt naar de menigte. De ware liefde. Is niet in de menigte. De ware liefde. Ze zijn niet veel. De persoon die voor u houdt. Zijn niet veel. Zelfs de mensen die liken op Facebook. In realiteit. Ze houden niet van u. Ze laten het niet zien. Omdat u de woorden ziet van liefde. U ziet dat u de mooiste bent. Alsof u de mooiste vrouw bent. U ziet alsof de mooiste bent van iedereen. Geliefde in de Heer. Pas op. Pas op naar wat mensen zeggen op Facebook. Dat is niet de ware liefde. Halleluja. Amour. Liefde. Is dat. En ook is dat motuya. Is iets heel belangrijk. Amour. Liefde. Is dat centraal na vie ya bat. Is een centrale plek in het leven van de mens. Amour. Liefde. Zo moet dan zangi amour. Als iemand liefde mis. Amour senti comme si aza na solitude aza yemo. Hij zal voelen alsof hij alleen is. En nyo son sa la wolente na sensité. Alles wat hij zal doen, voelt hij alsof het geen nut heeft. Hij voelt zich verlaten, geabandonneerd. Want ieder mens houdt ervan om gehouden te worden. Maar ik kom tot ons zeggen. Er is één persoon. Die persoon. Hij hield van u. Voordat u geboren was. Die persoon. Hij kijkt niet naar hoe u bent. Omdat hij weet. Dat in zijn ogen. U hebt waarde. En zijn liefde. Kan nooit stoppen. We zijn in Jesaja. Jesaja 43. Vanaf vers 1. Sina 4. Tot en met 4. Après, en daarna zullen we springen. Tot en met 18, 19. Dan springen we naar 18 en 19. Esaïe chapitre 43. Jesaja 43. Verset 1 à 4. Vers 1 tot en met 4. Après, tout sauter. Dan springen we. Tot en met 18 à 19. Dan lezen we 18 tot 19. Alléluia. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu.
le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta raison, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et je t'aime. C'est là où j'ai tiré mon soutien. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. 18 à 19. 18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et les fleuves dans la solitude. C'est la parole de Dieu. La version Martin Bible, version Moussousou Balobi. In an on the face wordt er gezegd. Depuis que tu as été précieux devant mes yeux. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen. Tu as été rendu honorable et je t'aime. U bent verheerlijk en ik hou van u. Tu as été précieux à mes yeux. U bent waardevol in mijn ogen. Luister dan op mij, quand tu as le prix. Omdat u de prijs hebt. À mes yeux. In mijn ogen. En ça n'a prix. U hebt een prijs. Je hebt zijn voisin, on le voit, dat ça n'a prix. Zeg tot uw naaste, ik heb een prijs. Zeg, ik heb een prijs. Hier spreekt God tot Jacob. De profetie van Jesaja. God spreekt tot Jacob. En hij zegt tot hem. Hier spreekt de Heer. Die u Jacob heeft gemaakt. Hou Jacobus weg. Zet uw naam. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Hier nu spreekt de Heer des redders. Comme tu as un prix à mes yeux. Omdat u prijs hebt in mijn ogen. Comme tu es précieux à mes yeux. Omdat u waardevol bent in mijn ogen. C'est notre thème de ce camp. Het is het thema van onze kamp. Précieux. Waardevol. Tu es précieux. U bent waardevol. Vous êtes précieux dès la mise en partie. U bent niet alleen waardevol de ogen van de mens, maar u bent waardevol de ogen van God. De waarde van iets. Dat alleen de persoon die het heeft gemaakt kan het weten. Laat me u een voorbeeld geven. Lamborghini of Ferrari. Ferrari, voiture Ferrari. De auto Ferrari. Wanneer u het wilt kopen, u gaat naar Ferrari. Ze zeggen 10.000 euro. En je zegt, ik heb het niet. Ik heb 80. Ze zeggen, meneer, u bent gek. Als u geen geld hebt, gaat u maar weg. Voor Ferrari. Want een Ferrari. Et il fallait. Voor een auto Ferrari. Et ça est pas Ferrari. Is niet alleen maar de buitenkant. Et ça comment un Ferrari a son porté. Maar het is de naam die Ferrari draagt. Et ceux qui ont vraiment les Fiat. En als je Fiat weghaalt. Je zegt Ferrari. Je zegt Ferrari. La même passe. In dezelfde buitenkant. Dezelfde auto. La même option. Met dezelfde optie. Mais comment est changé? Maar de naam verandert. Dan zal de prijs ook veranderen. Het draagt de waarde. Par rapport, je passe. Niet aan de buitenkant. Maar de waarde. Par rapport, is aan de naam. Comment est apporté? De naam die hij draagt. Ferrari. Ferrari. Je hebt een prijs. En uw prijs. De Heer herkent het. Het is precieux.
quel est le prix? Welke prijs? Wie ons aan ango? De prijs dat u hebt. Mochakoki, kosamba man, azat. Niemand kan het betalen. Tellement ons aan prix. Maar omdat u deze prijs hebt. Exemple simple. Een simpel voorbeeld. Ferrari. Ik ook moet eens zanden. Is $300,000. Maar de manier hoe ze het maken. De airbags. Comfortabel. Zodat het de persoon kan beschermen die de auto bestuurt. Je me fait comprendre. Begrijpt u een beetje? Donc, malgré prix, ondanks de prijs. Elke optie die erin zit. De persoon die het heeft gemaakt. Hij weet dat Ferrari een ongeluk kan maken. Maar omdat het een ongeluk kan maken. Maar de persoon die erin zit. Die is meer waardevol dan de Ferrari. De persoon die de bestuurder is van de auto. Hij is duurder dan een Ferrari. Want elke optie die de auto heeft. De airbags. Alles. Want als het een ongeluk is. Beschermt het de mens die erin zit. En die persoon bent u. Wie kan u kopen? Kunt u uw lichaam zomaar verkopen? Kunt u uw leven zomaar verkopen? Ik leg nogmaals uit. Om u te laten zien dat u waardevol bent. Dat u naar de franc-maçonnerie. Mensen die naar een bepaalde secte gaan. Om geld te ontvangen. Ze geven een stuk van hun lichaam. Ou bien apesi lokolo. Of hij geeft zijn been. Ou bien apesi mokongo na ye. Of hij geeft zijn rug. Ou bien apesi lokomoko ya nzoto. Hij geeft één ding van zijn lichaam. Et les sous bakenda plus loin. Sommigen gingen nog verder. Apesa âme na bango. Ze hebben hun ziel gegeven. Po bazala ndenge baza populaire. Zodat ze populair kunnen zijn in de wereld. Po bazala ndenge baza na mokili. Zodat ze kunnen zijn hoe ze nu zijn op de wereld. Mais yona ngai. Maar wij. De prijs die wij hebben. Ik zeg u dat u naar een secte moet gaan. Dat u moet proberen. Of u gaat proberen. Uw einde is de dood. Al die sterren die wij zien. Niemand is 100 jaar geworden. Die mensen drinken water uit de badkamers. Ze sterven. Hoe een persoon die 1,80 meter is. Dat hij water kan uithalen van de badkamer. Dat niet een meter is. U bent waardevol. En uw waarde. Is een prijs. En beheer zegt. Ga niet denken. Wat geweest is. Dat is hetgene wat ons blokkeert in ons christelijke leven. Ons verleden. Wij zitten te vast aan ons verleden. Wij kijken te veel naar ons verleden. En de Heer zegt vandaag. Ne pensez plus aux événements passés. Denk niet aan de dingen van vroeger. Je sais pas et je connais pas ton passé. Ik weet niet en ik ken uw verleden niet. Ne regarde plus à ton passé. Maar kijk niet meer naar uw verleden. Même si ton passé était noir. Al is uw verleden zo zwart. Même si ton passé était sombre. Al is uw verleden somber. Ik zeg u vandaag. Ne regarde plus. Kijk niet meer. À ton passé. Naar uw verleden. Ton passé a été déjà passé. Uw verleden is al verleden tijd. Pas pour le passé. U kunt niet naar het verleden. Mais nous vivons pour le présent. Maar wij zijn nu voor de toekomst. Le présent, tegenwoordig, in het heden. In de heden
zien wij onze toekomst. Et Dieu te dit, en de Heer zegt tot u. Ne pensez plus aux événements passés. Denk niet meer aan de dingen van vroeger. Et ne considère plus ce qui est en... Alléluia. Amen. Donc, ne considère plus ce qui était passé. Denk ook niet meer aan de dingen van het verleden. Il y a beaucoup de gens. Er zijn vele mensen. Qui restent attachés dans leur passé. Die blijven kleven aan het verleden. Et quand tu restes trop attaché dans ton passé. En als u te lang blijft kleven aan het verleden. C'est là t'empêche. Dat houdt u tegen. Pour aller plus loin. Om verder te gaan. Dans ta vie. In uw leven. Dans la vie chrétienne. In het christelijk leven. Dans la vie sociale. In het sociale dans leven. La famille. In de familie. Parce que tu es attaché dans ton passé. Want u zit te veel gekleed aan uw verleden. La vie est en trois parties. Het leven heeft drie delen. Nous en avons passé. We hebben het verleden. Présent. Heden. Et futur. En de toekomst. Passé. Verleden. Is ook qu'on apprendre biso. Het leert ons. Mais tout cela qui n'a passé. De fouten die we hebben gedaan. Is ook qu'on apprendre biso. Het leert ons. Et dans présent abisso. En in onze heden. Je ne peux plus retourner dans mon passé pour aller réparer mon passé. Ik kan niet meer terug naar het verleden gaan om het opnieuw te herstellen. Osa na makasi te akozonga na passé na yo. Je hebt geen kracht om naar het verleden te gaan. Personne. Niemand. Osa na makasi akozonga na passé. Heeft een kracht om naar het verleden te gaan. Mais au lieu au contraire ça. Maar wat u kunt doen. De travailler présent. Is werken naar. Je peux retourner dans le futur. Werken in uw heden om naar het verleden te gaan. Restant des autres côtés. De hele dag. Nous vivons par jour. Wij leven elke dag. Et par minuut, seconde. Notre vie est en vie à chaque jour. Onze leven is van elke dag. Ce qui est passé est passé. Wat is geweest is geweest. Et Dieu dit. En de Heer zegt. Voici. Si. Je vais faire une chose nouvelle. Ik maak iets nieuws. Sur le point d'arriver. On t'abalina sala. Wat de Heer wil doen. Et comme il déjà permet. Is al dicht bij u. On t'abalina sala là. Is al dicht bij u. Vergeet het verleden. En hou je vast aan de heden. Werk voor de toekomst. Want de heden. Laat de toekomst zien. En de Heer zegt. U hebt een prijs. En uw prijs. Heeft geen geld. Heeft geen punt. Heeft geen auto's. Heeft niks. Als iemand mij wil kopen, hij moet zelf sterven. Wie wil mij kopen? En dat hij zelf gaat sterven. Wat is zijn doel? Hij heeft geen doel daarna. Hij koopt mij en dan moet hij sterven. Want je moet een prijs. Zoek voor iemand. Voilà comment tu es cher. Daarom u bent waardevol. Tu es précieux. U bent waardevol. Parce que ton créateur. Want uw maker. Il connaît valeur na yo. Hij kent uw waarde. Il connaît ton prix. Hij kent uw prijs. Parce que l'homme a été péché. Ondanks dat de mens heeft gezondigd. Ondanks dat de mens weer was gezondigd. God zocht niemand. Pour venir récupérer l'homme. Om de mens terug te brengen. Om de mens weg te halen. Pour sauver l'homme. Om de mens te redden. Et Dieu regarda. En de Heer. De Bijbel zegt. Dans les cieux. In de hemel. En op aarde. Sous la terre. En op aarde. Personne. Er was niemand. Het kost leven. Nanya kon niemand. Wie zal het accepteren? Dieu se regarda à lui-même. God keek naar hemzelf. Il a dit comme personne. Hij zei niemand. Et il regarde à lui-même. Hij keek naar zichzelf. Il dit non, je vais aller sauver. Hij zei ik ga redden. Ma fille. Mijn dochter. Comme il a un prix. Omdat ze prijs heeft. Omdat ze waardevol is. Trop précieux. Waardevol. Tu même pas de prix. Ze heeft geen prijs. On peut pas te donner le prix. Ze kunnen u geen prijs geven. Et dans la course. Ya mort. Niet eens op een koers voor geld. Diamant kan u niet kopen. Diamant kan u niet kopen. Goud kan u niet kopen. Niks kan u kopen. Olie kan u niet kopen. Niks kan u kopen. Alle rijkdom van deze wereld kunnen u niet kopen. Maar de Heer keek naar zichzelf.
Ik wil mijn dochter redden. Omdat hij daar is. Ik moet haar halen. Want de wereld kan haar niet helpen. De wereld is geen. U hebt waarden. En de Heer is tot dood. Hij is zijn pasturen. Mijn enige dood. Mijn enige dood. En hij zal het sturen. Om mijn zoon terug te halen. Om mijn dochter terug te halen. Om mijn volk terug te halen. Om mijn kinderen terug te halen. De Heer is sturen. Jezus Christus van Nazareth. Kijk. Ton prix, uw prijs, écoutez moet, heeft een, iemands leven gekost. Wana, en die persoon, présenter, hij moest zichzelf presenteren. Prix wana, die prijs, et pas en zambé, tot God. Et Jésus, en Jezus kwam. En hij is gestorven voor ons. Prix na yo, uw prijs. Utazaki, niemand had de kracht om u te kopen. Zambé ye moko, God hemzelf. Abimi na katia zambé, kwam uit hem. Alati zoto, hij droeg het lichaam. Et aye pour la sauver. En kwam u redden. 3, Jean 3, 16. Johannes 3, 16. La Bible dit, de Bijbel zegt. Dieu a tant aimé. God hield van de wereld. Enlève le monde. Haal de wereld weg. Dis Dieu a tant aimé. Zeg, God houdt van mij. Et alinga yo koleka. Hij houdt zoveel van u. Tellement linga kio koleka. Omdat hij zoveel van u houdt. Il a envoyé son fils unique. Hij heeft zijn enige zoon gestuurd. Afin que quiconque croit en lui. Zodat ieder die hem gelooft niet verloren zal gaan, la vie éternelle. Maar dat hij eeuwige leven zal ontvangen. En uw waarde. Daarom Jezus Christus is zelf gekomen. Om u terug te brengen. Om u weer terug te brengen naar de eerste positie. Mensen kunnen zeggen ze houden niet van u. Let niet op hun. Want niet iedereen kan van u houden. Hou u vast aan de mensen die van u houden. Avec eux ensemble. En ga vooruit met hun. Il y a quelqu'un qui t'a aimé avant que yo de bota. Er is iemand die van u heeft gehouden voordat u geboren was. Et voilà comment a été Jésus Christ de Nazareth. En zijn naam is Jezus Christus van Nazareth. Et pour l'ignorer. En zijn liefde. Et il y a mon aïe qui peut récupérer. En daarom is hij gekomen om u terug te nemen. Tellement aux apprécieux de Dieu. Omdat u waarde hebt in zijn ogen. Tellement aux en valeur de Dieu. Omdat u waarde hebt in zijn ogen. Tellement aux en important pour lui. Omdat u belangrijk bent voor hem. Omdat u hem representeert. Hij is gekomen om u te redden. Hij is gekomen om u terug te brengen. Op de weg van God. Op de weg van de eeuwigheid. Op de weg van de koninkrijk. Komt u terug op de weg van vader. Komt u weer bid. De relatie was gebroken. En dat hij die herstelt. Zodat u weer terugkomt bij uw God. Zodat u weer terugkomt in aanwezigheid van God. God, uw geluk is niet buiten God. Uw geluk is in God. In de aanwezigheid van God. David zegt. Eén dag in de aanwezigheid van God. Niet twee. Eén dag in de aanwezigheid van God. Kijk uw waarde. Als u één dag in de aanwezigheid van God. Dat is... Wat ik u alleen kan zeggen. Je bent waardevol. Je bent waardevol. Laat niet mensen over u heen lopen. In mijn leven. Ik heb één principe. Als mensen mij niet herkennen. Gloire à Dieu. Glorie aan God. Ik ga vooruit. Et je partage cela avec ma femme. En dit deel ik met mijn vrouw. Je disais à ma femme, ik sprak tot mijn vrouw. Même si les gens vont décevoir. Oh, stellen mensen u teleur. C'est humain. Het is menselijk. Continue. Let er niet op. Avance.
gaat vooruit. Fais ce que tu as à faire. Doe wat u moet doen. Parce que Dieu t'attend dans la gloire. God wacht op de glorie. Dieu t'attend dans la profondeur. God wacht u in de diepte. Dieu t'attend à l'autel. De Heer wacht aan de terre. Avance dans ta vie. Ga vooruit in uw leven. Avance avec Jésus. Ga vooruit met Jezus. Avance avec le Seigneur. Ga vooruit met God. Va en avant. Ga naar voren. Parce qu'il y a quelque chose. Want er is iets. Que Dieu prépare pour toi. Wat de Heer voor u bereidt. Il est sur le point d'arriver. Hij is aan het punt van aankomen. Il est sur le point d'arriver. Hij is aan het punt van aankomen. Chose. Hij bereidt iets voor. Dieu dit, God zegt, parce que tu as de prix à mes yeux, omdat u prijs hebt in mijn ogen, parce que tu es honoré et que je t'aime, omdat u verheerlijk bent, de wereld wil u weggooien, de wereld wil u verlaten, maar God, hij zal u niet verlaten, want hij kent uw prijs. Commence à prier dans ton cœur. Du Seigneur mon amour. Zeg God mijn liefde. Du Seigneur mon amour. Zeg God mijn liefde. Du Seigneur tu es mon amour. Zeg God u bent mijn liefde. Tu es celui qui m'a aimé le premier. U hield van mij van de eerste dag. Tu es celui qui m'a aimé avant le fondement du monde. U hield van mij van de wereld begon. Tu es celui qui m'a aimé avant que je naisse. U hield van mij van ik geboren. Tu es celui qui m'a aimé avant que mes parents se rencontrent. U hield van mij van mijn ouders. Tu es celui qui m'a aimé avant toutes les choses. Commence à prier. Begint te bidden. Commence à prier. Prie, prie à Dieu. Bid op God. Tu es déjà prié. Je bent hier voor, bid. Oh,
Amen.